Dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor een gloednieuwe video. En niet zomaar een video, nee, dit keer spelen we Ghost of Tsushima. En ik heb een rare geschiedenis met Ghost of Tsushima wat dat betreft. Want hij werd toen volgens mij aangekondigd tijdens de Paris Games Week in 2017. Ik was helemaal excited voor deze game. Toen kregen we die ongelofelijke E3 demo bij Sony PlayStation. Daar was ik live bij aanwezig. Weet je nog, met volgens mij die fluit op het begin. Het was echt fantastisch mooi in elk geval. En mijn hype level was door het dak heen. Dit zou misschien wel eens een van mijn favoriete PlayStation titels ooit kunnen worden. En toen kregen we daar pakweg een maand geleden, denk ik, die verdraaide State of Play. Waarbij die volledig draaide om Ghost of Tsushima. En eigenlijk heeft dat gelijk mijn hele interesse in deze game de nek omgedraaid. En dat heeft er simpelweg mee te maken dat het weer je zoveelste basic open wereld game leek. A la Assassin's Creed. En niet dat er iets mis is met Assassin's Creed. Alleen die game is gewoon niet voor mij. Ik vind die gameplay loop vind ik saai. Vind ik onorigineel. En hetzelfde geldt ook voor de grote der aarde. Zoals Rockstar Games hoor. Die zitten daar ook een beetje in vast momenteel wat dat betreft. Ondanks dat Red Dead Redemption 2 een fantastische game was. Maar toen kregen we daar in één keer de GameKings review met Jelle. En Jelle was zo ontzettend enthousiast over deze game. Dat ik echt zoiets had van, wauw. Het was zo aanstekelijk. Ik moet dit gaan spelen. En hij liet me ook wat dingetjes zien. Die hij had gecaptured op zijn PlayStation van deze game. En ik was gelijk weer omgedraaid. En nu zitten we hier. Ik heb de game echt net binnengekregen. En ik denk dat het simpelweg gewoon de hoogste tijd is om in deze game te gaan duiken. En te kijken of het ook wat is. We are 80 samurai against an army, fighting to slow the invasion. Today, I die for my people. There must be thousands of them. We will face death and defend our home. Tradition. Courage. Honor. They are what make us. We are the warriors of Tsushima. We are samurai! Oh! Nobodachi, go break their spirits. Hey! Outsiders, send your finest warrior to face me. Nada, Jin-nida. I am Haru Nobuadachi, descendant of the legendary Yoshi Nobuadachi. Wow, die zag ik niet aankomen. Samurai! Do you surrender? Cowards without honor deserve no mercy. No mercy! Goodbye, all Tsushima!
Dan gaan we, jongens, dan zitten we in de game. Ik heb hem expres op Engelse dialoog gezet. En dat heeft een hele simpele reden. Dit is een Engelse westerse productie. En Jelle wist mij te vertellen dat. Dat de Japanse dub dan in dit geval. Niet zo heel erg goed is. En dat ook de lip-sync niet helemaal in orde is wat dat betreft. Nou, dat spelen we gewoon lekker op zijn Engels. Geeft niks. Normaal ben ik meer natuurlijk van de Japanse dub. Zo speel ik ook Kingdom Hearts, Final Fantasy, noem het allemaal maar op. Smerige bloederigheid doet me ook heel erg denken aan Tenchu. Ik weet niet of jullie Tenchu hebben gespeeld. Volgens mij is dat zelfs een From Software game. Weet ik niet zeker. Is ooit uitgekomen op de PlayStation 1 onder andere. Dat is waar ik hem heb gespeeld. En die was zo ontzettend gewelddadig ook. Ik heb er heel erg van genoten, moet ik zeggen. Maar die over de top finishing moves. Met echt heel erg veel bloed. Dit is vooralsnog alleen maar een beetje buttermashing, jongens. Dit is gewoon vierkantje, vierkantje, vierkantje. Het ziet er misschien heel bruut uit, maar hier komt geen skill aan te pas. Als ik het over de graphics moet hebben, ik vind het een beetje een mixed bag wat dat betreft. Ik zie sommige textures, zoals bijvoorbeeld de grondtexture. En die is niet helemaal scherp. Je moet goed ook opletten wie er bij mij horen en wie niet. We moeten dus alle blauwe mannetjes hebben. Dit doet me ook een beetje denken, ik had het er al over natuurlijk in de introductie. Dat de game bij mijn State of Play me deed denken aan Assassin's Creed. En om heel eerlijk te zijn, dit begin, en het is natuurlijk maar een begin. Maar het doet me wel een beetje denken aan Assassin's Creed Odyssey. Ik weet niet of jullie die hebben gespeeld. Maar dan speel je ook een hele grote battle die zich afspeelt in de nacht. Direct op het begin van de game. Ik capture dit in 4K natuurlijk. Maar ik heb het idee. Als ik zo kijk. Dat hij in 1080p draait. Misschien dat hij op de performance mode staat. Dat zou kunnen. Er is ook een quality mode waarbij de resolutie hoger is. Volgens mij is het dan 1800p via checkerboarding. Dat gaan we straks heel even checken. Ah, oh, de stijl ziet er zo gruwelijk uit. Ja, wat de performance betreft, het is natuurlijk een 30 fps titel. Maar al gelijk bij die introductiescènes had ik een beetje het idee dat alles een beetje schokkerig overkwam. En dan bedoel ik schokkerig als in dat het niet een hele solid, steady 30 fps was op dat moment. Maar je kunt zien. Dit is volgens mij Jin. Jin is het hoofdpersonage waarmee je deze game speelt. Het speelt zich af in 1274 Japan. Oud Japan dus. En je bent een van de last surviving samurai van Tsushima. Ik denk dat we ongeveer de eerste 30 minuten van deze game gaan checken. Je hoeft je geen zorgen te maken om spoilers dus wat dat betreft. Het is gewoon heel even kijken hoe ziet de game eruit, hoe voelt het aan. En is het bruut? Dat is het allerbelangrijkste. Cousin of Kublai. Grandson of Genghis. Grandson of Genghis Khan? Trained your whole life for this, and you have won battles,
that lesser men have called unwinnable, yes? But while you were sharpening your sword, do you know how I prepared for today? I learned. I know your language, your traditions, your beliefs, which villages to tame and which to burn. So I'll ask you once again, Samurai. Do you surrender? Gaat hij doen? Honor. Presumed dead, natuurlijk, maar dat zijn we niet. Kijk, zeker weten niet. We leven nog. Laat vooral ook weten in de comments hoe je de game eruit vindt zien. Er zijn echt huizenloos wat betreft de graphics, wat mij betreft. Hoe vaak kan ik betreft zeggen in een zin? 2 keer. Nice. Ik ben reuze benieuwd of deze game ook een PlayStation 5 upgrade gaat krijgen. Dat zal haast toch wel moeten. Zo laat in het leven van de PlayStation 4. Kijk naar de game, draait zeker op. No weapons, just supplies. 30 frames per seconde. Ik weet niet of je het kan horen, maar de. De PlayStation heeft het zwaar. Laten we even kijken of we hem op de quality mode kunnen zetten. Dat zou de resolutie aanzienlijk moeten verhogen. Hij staat al op higher resolution. Oeh. Dat vind ik opvallend. Want om heel eerlijk te zijn, vind ik het er niet scherp uitzien. Oké, nou. Prima. Dan hou hem hier lekker op. Zeker omdat dit een YouTube video is. En je wil gewoon de volledige kwaliteit van de game zien. Ik had echt het idee dat hij op performance mode draaide door de resolutie. Want dat wil ook zeggen, ik hoorde in elk geval dat ook al speel je hem op performance mode, dat het niet 60 fps is of iets wat daarbij in de buurt komt. We moeten dus gaan sneaken en een wapen gaan vinden. Kunnen daar naar binnen, denk je? Qua vibe zit het in ieder geval wel echt goed in deze game, hoor. Ik zie een schild liggen, volgens mij. Someone was sharpening their blade. Dan moet hier toch wel een blade liggen, man. Search the house for katana. My armor. Laten we die gelijk aantrekken. Broken. Better than nothing. Ik stoor me niet aan de voice acting. Daar had ik me wel een beetje op ingesteld namelijk. Maar het is verder prima. En dit klinkt misschien trouwens heel stom. Echt heel stom. Maar hey. Het is toch wel zo. Ik vind vooral
dit tijdperk zo ontzettend cool. En lach me alsjeblieft niet uit. Lach me alsjeblieft niet uit. Maar ik vind dit tijdperk zo ontzettend cool. Want ik ben een groot Ninja Turtle fan. Echt een Ninja Turtle nerd wat dat betreft. En ik dacht dat ik Katana hier moest vinden. En iedereen die ook Turtles kent weet dat er een film bestaat. Turtles 3, Lost in Time. Ik weet niet of dat de officiële ondertitel is, maar Turtles 3. Daarbij gaan ze tijdreizen. En eindigen ze in dit tijdperk van Japan. Vol samurai. Ook met hele vrede maskers hebben ze daarop. Bovenop een turtle maskers natuurlijk. Ik denk zo. Waar is mijn sword? Niet hier. You're on! Hier! I'll take care of this. Please, hide. Oh, don't hurt me! Shield, Lumini! Bryce! Stone Cold Killer. Ze kan ook heel goed acteren. Pak zijn katana dan. Heeft hij geen katana? You want your sword? Follow me. How long was I out? Long enough for the Mongols to conquer half the island. Het is wel één ding waar ik me echt aan stoor bij console gaming, man. En volgens mij heeft de Xbox One X het niet zo heel erg. Maar qua koeling maakt ze zoveel lawaai, joh. Vooral die PlayStation 4 Pro, die stijgt bijna op. En ik heb hem al uit elkaar gehaald. En helemaal schoongemaakt. Want dat deed hij op het begin namelijk helemaal niet. Maar het heeft helemaal niks geholpen wat dat betreft. There's nothing we can do for her. But I can save the others. Lord Shimura was with me on the battlefield. Did you talk? Forget him. Yuna, wait. Lord Shimura is my uncle. You're Jin Sakai? The Jito's nephew? I have to know. Did he survive? I think so. The Mongols took him prisoner. Where did they take him? East, along the coast. Toward Castle Kaneda. They must be holding him inside, celebrating their victory. I could take them by surprise. You'll be killed. Or I'll rescue Lord Shimura. Then help him drive the Mongols into the sea. He can contact the Shogun, call for reinforcements. I didn't nurse you back to health, to watch you throw your life away. Why did you save me? I couldn't leave you to die. I need your help. Lord Shimura can help our whole island. And he's the only family I have left. Let's move. Zouden we die gast kunnen redden, denk je? Nope. Het antwoord op je vraag is nee. Kom op, we can't help him now. Ja, dat is één ding wat zeker is, ja. Look out. Raiders, armed for battle. De omgevingen zien er wel echt prachtig uit. Dit vind ik heel cool. Oh, daar zagen ze me bijna. Move. Qua stealth actie is het nog wel heel erg basic en makkelijk, hoor.
Hier zit geen enkele uitdaging in. Vooralsnog. Gaan we erin springen? Of niet? Huh? Oh. Come on. Alsof niemand je al inmiddels 5 keer heeft gezien. Hij kijkt me letterlijk aan. Oh. Hij zat me letterlijk aan te kijken. You're a thief. When I need something, I take it. Like my katana. I traded it for food and medicine. You what? Worry. We'll find the buyer. Get your sword back. En ik moet zeggen, Sucker Punch. Het is nooit mijn favoriete studio geweest. Ze hadden natuurlijk titels zoals Infamous. Het is nooit mijn ding geweest. Ik vond het een beetje een bleu game. Sly Cooper. Schijnt een goede game te zijn. Ook gewoon niet mijn cup of tea. Ik ben ook niet van de Ratchet & Clank. Dus ja, Ratchet & Clank, Sly Cooper. Zeg maar dat rijtje. Ja, dat heb ik net allemaal gemist. Het is niet helemaal mijn ding. Ik heb alleen Crash Bandicoot meegemaakt. Dat paste nog echt heel goed bij me. Ik was ook nog heel erg jong natuurlijk. Maar daarna eigenlijk niet meer van dat soort games opgepikt. Ook al was bijvoorbeeld iets zoals Jak & Daxter echt heel erg goed. Nooit super fan van geweest. En Jak & Daxter zag er voor die tijd echt ongelooflijk mooi uit. Stand watch. I'll search the house. They will answer. They must be here. Nou, laten we hopen dat we het kunnen vinden. We hebben inmiddels wel al een boel supplies. Die is overleden. Collect. Volgens mij hebben we hem. Ja. Katana zien er ook zo mooi uit, man. Oh, flashback. Nephew to the great Lord Shimura. And I am no coward! Your enemy is no match for you. But? You still lack control. I was practicing. Deze boom komt me bekend voor. Deze boom zat in de E3-presentatie. Saved lives and ended wars. Who did this to you? No one. I will teach you to defend yourself. I know how to fight. To master your blade, you must first control your emotions. I can do that, Uncle. Show me. Before we eat, I have one last question. For generations, our families have lived by a code. Tell me the virtues that guide us. Is it a quiz? Loyalty to our Lord. Control of our emotions. And... You know this. Honor. To fight bravely and uphold the legacy of Clan Sakai. Those are your father's words. What does honor mean to you? I guess... protecting people. The ones who can't fight for themselves. You have a good heart. But first, we must show everyone that we serve our Lord with courage, integrity, and self-control. You say that like it's easy. It's never easy, Jin. I struggle with it every day. But we must set an example for our people. By remaining true to our code and to ourselves. That is the meaning of honor.
have not her, Samurai. Het ziet er heel dope uit. Kom dan. Oeh. Daar hebben we snel werk van gemaakt, zeg. You found your sword. Where can I find a horse? The stables aren't far. This way. Nou, kom maar. Is er nog meer shit wat we kunnen looten? Nee, dat valt allemaal wel mee. We lopen wel een beetje in, out in the open. Ik denk niet dat dat heel handig is, maar het is een blijven game natuurlijk. We can get close, slit their throats and kill them without a sound. Without honor, I will not break my code. Face me, invader! Target the pulsing enemy and attack. Okay. Okay, dat is gewoon een combo. Het ziet er misschien indrukwekkend uit, maar het is gewoon 3 keer vierkantje. I'm done running and I can finally help. And suffering. Okay, dus je kan medelijden tonen door iemand gewoon om te leggen. Fair enough, I guess. Turn to tail area. Oké, we lopen echt de verkeerde kant op. Waar moeten we heen dan? Nu springt in één keer mijn lamp. Waarom is dat? Als iemand dat weet. Ik heb zo'n kleurlamp gekocht bij de IKEA. Voor de rest heb ik alleen maar Philips Hue in huis. En hij verspringt iedere keer gewoon van kleur. Ja, niet iedere keer, maar soms. Dat is gek. Oké, daar moeten we heen dus. More guards. Don't let anyone escape. Ja, de combat is wel echt bijzonder makkelijk, hoor. Thank you, my lord. They said all the samurai were dead. Do you have somewhere to hide? I heard Golden Temple might be safe. Go. Stay off the roads. And guard your son with your life. You risked your life for them. They couldn't defend themselves. And I can't let more of our people die. They're not the only ones who need you. My brother. The Mongols took him. That's why you saved me. Tucker is my only family. And Lord Shimura is mine. Please. I just want my brother back. I'll help you find him after I save my uncle. I promise. I'm coming with you. Ja, wat ik al zei, de combat is op dit moment niet... niet heel erg bijzonder. Niet uitdagend, niet moeilijk. Het ziet er wel tof uit. Ik moet wel bij zeggen, we spelen natuurlijk op de medium difficulty. En de medium difficulty is een van de vele waaruit je kan kiezen. Er worden ook nog gewoon stances aan die game toegevoegd om je swordplay aan te passen op je enemies en dergelijke. Dus er schijnt wel een diepgaander combat systeem in te zitten dan wat we nu te zien krijgen. Dus maak je daar nog geen zorgen om. Althans, trek nog niet een voorbarige conclusie. Wat ik heb begrepen van Skate en Jelle is dat de combat echt wel tip-top in orde is. Misschien niet tip-top, maar gewoon in orde is. Easy there. He suits you. And he needs a name. We noemen hem Sora, omdat we Kingdom Hearts fans zijn hier. Sora. From the heavens.
You have chosen to name your horse Sora. This will be your companion's name for your entire journey. Are you sure? Nee. Sora. Oh nee, ik wilde toch het zwarte paard. Dat kan dus niet. Nee, het kan niet. Dan doen we Sora. Een wit paard voor een ghost. Is ook wel op zijn plek natuurlijk. Maar we moesten naar Kasteel Canada, toch? Canada? Ik weet niet hoe het heet. Zoiets verstond ik namelijk. Mooi laadscherm dit. Nou, hier, Castle Canada. Castle Canada. They're holding your uncle inside. Volgens mij is dit dat kasteel ook van die E3 2018 demo. The walls are too high to climb. Was het 2019? Ik weet het niet eens meer. Sneak in. No. We walk in the front gate. Khotun Khan set fire to our best swordsman. Humiliated my uncle. Butchered the warriors of Tsushima. I'm going to repay his kindness. By repeating the same mistakes that got your friends killed. That's what the Mongols will think. But this time. Ik begrijp waarom ze die camera zo dichtbij hebben gezet. Het werkt wel voor een cinematisch effect, maar ik had toch liever iets meer ruimte gehad. Het voelt zo benauwd en beperkt. When approaching enemy territory, you can challenge foes to a standoff. Once your enemy approaches, hold triangle. As soon as they attack, release triangle to defeat them in one deadly strike. I've come for Lord Shimura. Oké, even kijken of we dit goed kunnen. Perfecte timing. Perfecte timing. Die standoffs zijn wel tof. Je hoort me ook button mashen natuurlijk als een malle. En zo'n game is het wel. Zij komt daar gewoon rustig casual aanlopen. Waarom helpt ze überhaupt niet? Ze heeft toch een mes? Ze had net ook al zo'n Mogol gewoon goed gekild wat dat betreft. Ja, hier kan je niet omhoog. Jammer. Oh, shoot! Ik had niet eens door dat er al nieuwe vijanden binnen waren gekomen. Je zei dat het makkelijk was. Ja, is het ook. Dit is echt heel slecht. Oh. Oké, komt ie. We doen het gewoon nog een keer. Maar we hadden ook niet door dat we werden aangevallen. Kijk, nu weet ik het. Nu maak ik snel korte metten met ze. Kijk, het is geen probleem. It's no problem. Is het nou ook een beetje exploration en looten? Want elke keer als ik een beetje van het gevestigde pad afloop, ligt er ook niks klaar of zo. Dat had ik wel verwacht. Maakt het wel enigszins lineair, ondanks dat het een open wereld zou moeten zijn. Maar misschien komen we daar natuurlijk straks nog. Hè. We zijn nu gewoon een kasteel aan het raiden. In ons eentje. Oh. Top. We can't keep going. I have to. Fall back. Alone? Keep the path clear. When I find Lord Shimura, we'll need a quick escape. I'll get the horses ready. Do it. If I'm not back soon, ride for the forest. Ja, deze moeten we staggeren alvorens je hem kan afmaken. Ja, waar gaat hij?
Je moet gewoon goed opletten bij die visual cues dan. Jezus, Koos. Elke keer als je het zegt, dan ga je meteen dood. Hey! Ah, zo slecht. Zo verschrikkelijk slecht. Nou, tof. Gran Turismo Sport is geüpdate. Fijn om te weten. Ja, iets beter opletten. Maar gewoon let op de visual cues. Als hij rood is, kan je hem niet, kan hem niet blokken. Dus die moet je echt dodgen. Als ze een schild hebben, moet je ze eerst staggeren. Kijk, zo makkelijk kan het zijn. Maar ja, het is wel goed om te zien dat in ieder geval een moment van onoplettendheid wel gelijk wordt afgestraft. Kunnen we hier iets? Nee. Dat zorgt er toch wel voor dat je altijd aan je tippy toes moet blijven. Maar het zijn niet echt hele vette standoffs zoals in Sekiro. Waarbij je om elkaar heen blijft draaien en dergelijke. Before firing arrows, Mongol archers will call out and signal their allies to duck. Ja. Oké, dat is dus de cue dat we moeten gaan dodgen. Challenge me. Komt ie. Kijk, zodra die beweegt, moet je loslaten. Ja, dat krijg je ook wanneer je een lock-on systeem hebt. Dan gaat hij af en toe een beetje uit willekeur een enemy targeten die je helemaal niet wil targeten. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat een soort klein beetje ghosting achter hem aan zitten. Misschien dat het iets met de anti-aliasing te maken heeft. Of dat het iets met de checkerboarding te maken heeft. Oh, daar is die gast. I am Jin Sakai, nephew of Lord Shimura. I have come to avenge his honor. Your uncle has told me much about you, Jin Sakai. I will show him his nephew, broken and humiliated, begging to join the Mongol Empire. Jin! This is your time, Lord Sakai. Okay, dit is onze eerste boss battle dus. Oh! Nu al gelijk low health. Your uncle is watching. Submit, Lord Sakai. Slit your throat. Oh, wow. Hij doet ook wel echt massive damage wat dat betreft, hoor. Oké, we hebben niks meer om te healen. Enough. Surrender.
Show your uncle how easily he can bring peace to your home. Save yourself. Wauw. Om heel eerlijk te zeggen, ik denk dat we het hierbij gaan laten. Ik denk dat dit een mooie afsluiting is van deze Let's Play. En ik denk al van, hè, wat word ik geowned in dit gevecht, zeg. Zelfs een probeer ik te parryen of te dodgen. Hij weet me nog steeds de hele fucking brug overheen te smacken. Maar dat hoort er dus kennelijk gewoon bij. Je moet dat eerste gevecht verliezen. Doet me een beetje ook weer denken aan dat eerste gevecht in Sekiro. Wat je hebt in dat bloemenveld. Maar het is natuurlijk ook gewoon een stijltje wat erbij hoort. Het is ook een manier van verhaalvertelling. En dit is dus de grote bad guy. De grandson van Genghis Khan, als ik me niet vergis. Zo introduceerde hij zichzelf, geloof ik, aan het begin van deze video. Ghost of Tsushima, jongens. Mijn eerste gevoelens hierover. Het ziet er fantastisch uit. Qua stijl, vibe en tijdperk. Dat doet me gewoon heel erg goed. Graphics. Er zijn highs en lows. Ik vind de game niet zo solide draaien als dat ik in eerste instantie had gehoopt. De combat lijkt nu in dit geval nog vrij basic. Maar daar schijnt nog een heel element aan stances en noem het allemaal maar op aan toegevoegd te worden. Ik blijf het scherp in de gaten houden. Dit is voor mij weer een game die ik ga uitspelen. Dit is weer zo'n PlayStation single player exclusive. Heel mooi, heel mooi verhaal, dat moet nog blijken. Maar heel mooi principe om dat in zo'n game te stoppen. Ik ben reuze benieuwd. Ik ga hier absoluut mee verder. Ik weet nog niet helemaal zeker of ik deze ga streamen. Dus als je wil dat ik deze game ga streamen, gooi dat alsjeblieft hieronder even in de comments. Dan kan ik daar rekening mee houden. En dan laat ik jullie voor nu achter met deze pakweg eerste 30 minuten van Ghost of Tsushima. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En we checken elkaar de volgende keer weer. Jongens, een hele fijne dag verder. En alvast een heel fijn weekend. Check jullie later. Ciao!